Verder met de tweede helft. Ik weet dat hij heel veel te bespreken heeft. Er is natuurlijk een hoop gebeurd in deze eerste helft. En daarom is het ook wel fijn dat we het nu eventjes kunnen laten samenvatten door onze huisdichter. We hebben namelijk een rapper in de zaal. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Monoloog. Dankjewel. Iedereen genoeg pauze gehad. Ik heb na deze eerste helft een kleine samenvatting proberen te maken van waar we het over gehad hebben. En dat wil ik graag voor jullie voordragen nu. Dus daar gaan we. Houd goed vast hier, kom. Thuis, met een hek om mijn tuin veilig, was er me zojuist met een hek om de tuin leiden. Alsof ze door mijn glazen huis heen kijken. En ik achterloos, ja, dat staat buiten kijf. Gemak dient de mens, mijn wachtwoord is 3456 of incorrect. Mijn Instagram tot DigiD zijn gekrekt. Met één klik verzenden, maar ook één klik weg. En veiligheid aan de kant, niet alleen de mijne, de staat van het land. Nu ligt de data op straat, wat een ramp. En het begon zo gezellig met een paard in de gang. We lopen systematisch een stap achter, als we afwachten. Wat belachelijk, uitgeblust van achter mijn firewalk, jankend. It's power to the people. Mag ik een applausje voor deze jongens? Eens kijken of iedereen wakker is. Zijn jullie klaar voor ronde 2? Zeg yeah! Zeg yeah! Ja! Oké, daar komt ie, ja? Yeah! Bus. Muziek vanuit de binnentuin, riedelpuiken lyrics voor mijn peoples op een witte zuin. Ik steek deze vinger voor je uit, het is zo een mens, coherent mens, zet de mixer uit. Ik spit louter op schmoetsie, wie ziet altijd met die flow, maar nooit te oud voor een goede spriet. Pro bono, no mono, zo doen we niet, voor niets werkt zelfs de koelie niet. Desalniettemin zijn we uiterst coulant. Limbourgeoisie alsof je thuis bent beland. Klinkt gezellig, maar let op onze duistere kant. Hoe meer we kunnen eten, hoe meer ruik je de rand. Ik zeg Colbert, pantalon, cap en kicks. Ofwel Monoloog, kijk in dit. Het ensemble, dat je hoort dit. Power to the people, geen lid wordt. Nee. Het is power to the people. Welkom bij Tech Talk. Dank jullie wel. Mijn naam is Monoloog. Dank je. Power to the people featuring Monoloog. Nou, straks aan het einde komt hij ook weer even terug om de boel samen te vatten. Hartstikke handig. Dan weten we even waar het over gaat. Want in de eerste helft hadden we het over dingen die u direct merkt. Hè? Dus gedoe op de pc, je identiteit kan gestolen worden en dat soort dingen. Maar we leven in een netwerksamenleving. Alles is met alles verbonden. En zoals we hier zitten, draaien thuis de computers door. Ongeveer 10-20% van de computers is besmet als botnet. Dat betekent dat als je gaat zitten surfen, dat dingen ook allerlei andere dingen doen voor andere mensen, die je computers ook weer verkopen om weer anderen te hacken. Dat is echt high-tech cybercrime. Online kinderporno, ook dat soort dingen. Er is heel veel over te doen. Grote internationale teams die daarop moeten komen te staan, om dat op te lossen. Het ontgaat ons vaak aan het zicht, totdat er weer iets in het nieuws komt. Zo'n Bredo Lab was een enorm botnet, is ook opgerold hier in Nederland. Natuurlijk Robert M., die zaak, zal die computer, moest opengemaakt worden. Dorifel, DigiNota, kent u misschien ook nog wel. Hè? Bleek dat die certificaten die uitgegeven werden vervals waren. Er werd ook allerlei dingen mee gerotzooid en zo. En dan komt het in het nieuws. En dan zijn er twee mannen die u vaak terug ziet komen. Eén van het landelijk pakket, en de andere als teamleider van de KLPD. We zijn ook super trots dat ze vanavond hier zijn. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Pim Takkenberg en Lodewijk van Zwieten. Hey, Chris. Heren, heren.
Ja, het is een boek van Bart. Daar gaan we het straks nog over hebben. Een goed boek, je hebt het gelezen. De veiligheidsmythe. Zeker aanbevelen. Nou, het is wel leuk dat agenten het zelf ook lezen. In de Operatie Blauw, hè? Hebben die ook gelezen? Nou, nog niet. Oh, dit is heel leuk. Ik hoop dat ik hem morgenavond krijg. Nou, misschien kunnen jullie ertoe verleiden. Hey, even voor de duidelijkheid. Nou ja, bij jou is het meteen duidelijk natuurlijk, maar je bent teamleider van de High-Tech Crime Unit. Er waren 30 mensen, is inmiddels 60 geworden geloof ik, behoorlijk uitgebreid. Jij leidt dat team, je doet de opsporing van allerlei online dingen. En jij bent vanuit het Openbaar Ministerie, ben je dan de landelijke aanklager. En je kijkt dan of wat Pim doet, of dat allemaal klopt. Maar als het echt heel juicy wordt, dan ga jij weer het onderzoek leiden. Klopt dat als ik het zo samenvat? Nou, het onderzoek wordt altijd door de politie uitgevoerd. Ik, als officier van justitie... moet inderdaad voor zorgen dat de politie dat op een goede manier doet. Dat de politie dat op een nette manier doet. En ik neem ook uiteindelijk de beslissing of we een verdachte gaan vervolgen. Dus of we gaan aanklagen. Ja, oké. Okay. En jullie werken vaak samen ook bij dat soort dingen? Ja, best wel. Heel vaak. Ja, want ik had net een paar dingetjes die ik even noemde. Bredolab, Robert M., DigiNota, al dat soort zware zaken. Is uitgebreid in de media geweest. Van de grote zaken, is er nog iets gebeurd in de tussentijd wat jullie kwijt willen? Dat je zegt van, nou ja, we zijn er nog steeds mee bezig. Ja. Nou, niet iets specifieks wat we nu kunnen vertellen, maar je haalt volgens mij wel een paar voorbeelden aan van zaken die veel publiciteit halen. Eigenlijk is dat altijd wel zo met zaken waarmee wij bezig zijn. Dus op het moment dat er weer iets speelt, dan komt het vrij snel in de publiciteit. Dat is eigenlijk wel iets wat we heel bewust doen. Wij proberen ook wel bewust de publiciteit te zoeken, omdat we wel zelf vinden dat we een stuk verantwoording moeten afleggen over wat we doen. Omdat het zo'n gevoelig thema is, waarin ook nog heel veel onbekend is en we ook met allerlei facetten rekening moeten houden. Ja. Ja, en wanneer mag jij nou wat zeggen? Wanneer moet jij wat zeggen? Want ik zie wel om en om in het journaal en dan denk ik van, is het toevallig wie de tijd heeft of is het een soort van rolverdeling tussen die twee? dat is over het algemeen net even zoals het uitkomt. En dan maken we over het algemeen even een verdeling in. De ene zaak zeg ik wat meer, dan spreken we af van nou Pim, dan de volgende keer doe jij het wat meer. Ja. Maar hoe werkt het nou in de praktijk? Hè? Want een normaal agent, die kennen we dan, die loopt op straat of die zit wat dossiers te doen en zo, dat beeld zien we. Maar bij High-Tech Crime zitten dan gewoon een rij agenten te surfen? Of hoe werkt het in de praktijk? Nou, het is eigenlijk heel divers. Wat je ziet is dat wij gewoon een normaal politieteam zijn. Dus wij doen onderzoeken zoals ieder gewoon politieteam onderzoek doet naar zware en georganiseerde vormen van criminaliteit. In ons geval is dat High-Tech Crime. En dat betekent dat we eigenlijk alle dingetjes gewoon doen. Dus dat betekent dat we getuigen verhoren, dat we open bronnen onderzoek doen. Wij tappen ook veel, we volgen. We doen de aanhoudingen, de zoekingen. Eigenlijk van het begin tot het einde doen we het hele onderzoek met het team gewoon zelf. Oké, ja. Hey, en net voor de pauze, ik even een geintje met... het is eigenlijk niet eens hek, het is meer gewoon iets kapot maken. Maar je toont een bepaalde kwetsbaarheid in het systeem. Ja. In dit geval RFID-systemen. Als ik even vanuit de ethische hackershoed kijk. Ze wisten het al, dus ik hoef ze niet te informeren. Uh-huh. Ik heb niet feitelijk iets kapot gemaakt, maar ik heb wel laten zien dat het kan. En iedereen kan het doen. Ja. Krijg je nou gedonder mee? Ik kan je niks beloven. Hè? Maar wanneer zou het over de scheef gaan? Nou ja, misschien is het goed om even te zeggen dat ethisch hacken, dat als je het wetboek van strafrechten doorbladert, dan vind je daar op een gegeven moment niet de term ethisch hacken of zo. Nee. Overigens, de term hacken vind je daar ook niet. Je ziet daar dat het dan strafbaar is gesteld als je ergens een computer naar binnen gaat zonder dat je toestemming daarvoor hebt. Ja, dus dan computervredebreuk. Computervredebreuk, precies. Er wordt verder geen onderscheid gemaakt of je dat nou vanuit een ideologisch doel doet of dat je dat doet om geld te verdienen. Dat maakt allemaal, voor de wet maakt dat niet uit. Een strafbaar feit is een strafbaar feit. Ja. Het is uiteindelijk in de beoordeling van dat strafbare feit, en dat zijn twee beoordelingsmomenten. Het eerste moment is de beslissing die het Openbaar Ministerie neemt. Gaan we met deze zaak naar de rechter? Ja. En het tweede beoordelingsmoment is dan wanneer de rechter naar zo'n zaak kijkt. Van, nou, is dit een strafbaar feit? En zo ja, verdient die verdachte daar dan ook straf voor? En als je het hebt over dat soort motieven, dat je het vanuit een bepaalde ideologie doet, nou, die elementen komen aan bod wanneer zo'n rechter gaat beoordelen of, als je heeft vastgesteld dat er een strafbaar feit is, daar ook een straf moet worden opgelegd. Ja. Want van de week was uitgebreid in het nieuws. Hè? Ziekenhuis Groene Hart, daar had dus een hacker al een hele tijd geleden had daar toegang gevonden. Ik weet niet zoveel aan gedaan, maar die ging toen geloof ik naar een meldpunt bij het Openbaar Ministerie. En die zeggen van nou, dat en dat heb ik gedaan. En die werd toen gearresteerd. Klopt dat? En waarom werd hij gearresteerd? Nou, ik ga... In de eerste plaats, hij ging niet naar een meldpunt van het Openbaar Ministerie, hoor, want we hebben helemaal niet zo'n meldpunt. Nee, oké. Okay. Nee, we hebben wel een meldpunt, maar dat heet de politie. Oh, oké, hij is naar de politie gegaan. Oké. Ook dat niet.
Dus dat is voor ons wel lekker overzichtelijk. Nou ja, ik heb het net gehad over ethisch hacken en dat je dat niet in de wet terugvindt. Ja. En helemaal als er aanwijzingen zijn dat iemand niet alleen over de digitale drempel heeft gekeken, maar ook een heleboel gegevens heeft weggekopieerd bijvoorbeeld. Ja. Of nou ja, zoals ook in de krant stond, kwaadaardige software heeft achtergelaten op zo'n machine. Dan kun je je voorstellen dat bij ons in die zin de lampen gaan branden. Dat we denken van nou, moet wel een sterk verhaal zijn als het hier echt puur om ideologische motieven gaat. Hier lijkt meer aan de hand te zijn dan alleen een misstand aantonen. Hier is ook gewoon, er zijn een heleboel gegevens van mensen zijn weggeraakt. Ja, er waren waarschijnlijk ook meerdere verdachten en dat soort dingen. Dus dan wil je ook iemand even ondervragen. En dat zo. Hoe gaat zoiets? Die man die meldde dat en toen kwamen jullie. Nee, dat is een misverstand dat die man zeg maar, zichzelf heeft gemeld. Ik wil overigens ook verder niet over deze zaak praten. Zowel niet ten aanzien van deze persoon zelf. Maar ook niet omdat dat gewoon standaard beleid is. Hè. Dat doen we niet, omdat het onderzoek nog loopt. Wat ik wel kan vertellen is dat wij wel veel meer ervaring hebben met zaken waarin we zien dat hackers die strafbare feiten plegen, vaak worden de consequenties van hun acties niet overzien. Dus ook al wat nou je initiële motief is, is het soms heel lastig om te bepalen wat uiteindelijk het effect kan zijn van je optreden. Ja. En het motief is iets waar wij als politie eigenlijk ook geen boodschap aan hebben. In die zin, wij worden gewoon geacht om onderzoek te doen of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Dus wat Lodewijk eigenlijk net vertelde. Dus in de wet staat gewoon wat strafbaar is. En wij moeten onderzoeken of dat nou is gebeurd of niet. En uiteindelijk zal een rechter dan zeg maar beslissen in hoeverre dat hij vindt dat er een omstandigheid is om daar rekening mee te houden of niet. Nee, dat klopt. Sorry, als een zaak nog loopt, dan mogen we het niet over hebben natuurlijk. Dat snap ik ook. Daar ben ik ook niet zo'n journalist die nog gaat doorzeuren van, ja, maar is het niet zo dan? Nou, lopen we het onderzoek kunnen? Nee, dat doen we dus niet. Alleen waar ik naar op zoek ben, er is dus een soort van juridisch schemagebied waar iemand met goede bedoelingen, zoals Brenno, die laat zien van hé, er is in een gat, jongens, doe er wat aan. Naar mensen die wat meer gaan rommelen, mensen die dan toch te veel data eruit halen, mensen die niet op tijd aangeven wat ze eraan kunnen doen en dat soort dingen. Er is dus niet een soort van lijstje wat je kan afvinken. Van nou, dan en dan ga je over de scheef. Of... Nee, en ik wou, aan de ene kant is het heel verleidelijk om wel tot zo'n lijstje te komen. Hè. Het zou het een stuk digitaler maken, zou het een stuk makkelijker maken, wel of niet. Aan de andere kant, we hebben... Pim en ik werken nu ruim 4 jaar met elkaar samen. Een heleboel grote onderzoeken gedaan. En wat we keer op keer eigenlijk zien, is dat wat lijkt te beginnen, of wat begint en wat vrij beperkt lijkt te zijn, als je daar eenmaal in gaat graven, vaak veel groter is. Ja. Dus ik ben, misschien zit ik er dan te lang in, maar in ieder geval mijn ervaring, ik ben wat voorzichtig om al te veel af te gaan op wat ik op mijn bordje krijg. Ja. Wat de eerste informatie is. Ik heb de neiging, dat is niet alleen de neiging, dat is ook mijn taak. Ik heb de neiging om verder te willen graven. Omdat ik precies wil weten wat er aan de hand is. En dat doe ik niet om mensen in de weg te zitten of om mensen labels op te plakken. Dat doe ik omdat de waarheid aan het licht moet komen. En pas als je weet wat er is gebeurd, dan pas kun je met z'n allen een goede afweging maken en de discussie voeren. Is het nou wel of niet terecht dat er iemand hiervoor vervolgd wordt? Ja, dus het is toch per geval moet je toch naar de nuances kijken. Ja, en dat je ook een soort intentie moet achterhalen. Die ook weer veranderd door de tijd. Hè? Want ik kan me best voorstellen dat... Ik ben echt helemaal geen professionele hacker. Maar als ergens zit te klooien, dan kom je ergens in. En denk, wow, ik ga Brenno bellen. Oh nee, wacht even nadenken. Nee, ik moet eerst inderdaad de mensen bellen dat ze de boel op orde krijgen. Dat duurt dan. En dan zeggen ze, kunt u misschien een formulier invullen? Dat schiet dan. En dan denk ik, ja, fuck it. Ja. En dan wil ik het nieuws opzoeken. Ja, en dan ga ik dus over die scheef. Hè? Dat, ik kan me voorstellen dat het zo moeilijk is voor die jongens ook om zich in te houden. Hè? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je niet overziet wat de consequenties zijn van de acties die je doet. En dat hebben we eigenlijk al gewoon heel vaak meegemaakt. Die jongens soms van 15, 16 jaar, soms ook wat ouder, die ogenschijnlijk met de beste bedoelingen zeg maar, iets proberen zeg maar, aan te tonen. Maar die gewoon niet inzien wat de consequenties zijn van hun acties en wat het effect daarvan is. Ja. En dat is wel wat Lodewijk ook een klein beetje aangeeft. Onze taak is gewoon, en dat klinkt een beetje alsof we ons daarachter willen verschuilen nu, maar de taak van de politie en van het landelijk pakket is gewoon om onderzoek te doen of er nou strafbaar gedrag heeft plaatsgevonden. Ja. En dat er tegelijkertijd een maatschappelijke discussie plaatsvindt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want het is een onderwerp wat gewoon hartstikke nieuw is, waarin we steeds weer voor allerlei vraagstukken komen. Wat gewoon nodig is dat continu op de politieke en maatschappelijke agenda blijft staan. Ja. Ja, wat misschien nog goed is om daarop aan te vullen, Chris. Wat jij net aanhaalt, ik moet niet direct naar journalisten lopen, maar ik moet eerst daar melden of ik moet deze stappen
ondernemen. Daar is ook heel veel om te doen. Hè? Daar zijn ook een heleboel mensen over aan het nadenken van wat zouden die stappen dan moeten zijn. Het is wel goed om dat, wat jij noemt, dat is responsible disclosure. Ja. Om dat toch echt los te zien van hacken vanuit ideologische motieven. Responsible disclosure begint bij, ik heb informatie over een kwetsbaarheid bij een systeem en nu. Ja. En dat kan een lek zijn waar je over struikelt, kan een lek zijn wat je zelf hebt opgezocht. Het motief, of de wijze waarop je aan dat lek komt, is voor responsible disclosure op zich helemaal niet relevant. Nee. Maar het speelt wel een vraag, kan dus uiteindelijk wel in zo'n strafprocedure een vraag spelen, is het dan ook iets waar je straf voor verdient? En ik ben op zich, nou ja, op zich, dat kan ik ook wel ruimhartig zeggen, responsible disclosure is denk ik heel belangrijk. Is denk ik ook heel goed. Daar willen wij ook zeker onze steun aan geven, responsible disclosure. Niet alleen omdat dat de veiligheid van systemen of van ICT in het algemeen vergroot, maar ook omdat ik denk, omdat ik geloof of in ieder geval wil geloven, dat je binnen responsible disclosure, als je als ontdekker van een lek nou in een dialoog kunt treden met zo'n bedrijf wat het lek heeft, dat uiteindelijk in die dialoog en door het volgen van die responsible disclosure stappen, dat uiteindelijk er ook helemaal niks meer overblijft waar we ons vanuit het strafrecht druk om hoeven maken. Okay. Ja. Want een andere actuele zaak, Henk Krol, daar zijn we niet bij betrokken, neem ik aan. Nee. Nee, hè? Ik weet net zoveel als jij de krant hebt gelezen. Dan kunnen we stil nog. We weten daar vanavond nog meer dan we voor die avond. Oké, nou, dan zal ik het even samenvatten. Dat is wel lachen. Want ja, Brenno die zei al, die man, ik weet niet eens hoe Facebook werkt. Maar die had dus van een paar andere mensen 4 cijfers gekregen. Meer niet. Nou, je gaat naar dat ziekenhuis toe, dan kun je met die 4 cijfers, kun je naar dossiers, kun je rondkijken. En ik heb het een paar keer gezegd, ze hebben er niks mee gedaan. Nou, dacht Henk Krol, leuk hè, die voelt zich toch ook nog steeds een beetje journalist. En dan denk ik, ga dat bekendmaken. Dus hij is erin gegaan. Heeft een aantal dossiers gedownload, om ook te kunnen aantonen van, ja, zo werkt dat. Dus het is iemand die totaal geen professionele hacker is. Waarschijnlijk nog nooit van white hat hacking, responsible disclosure, of dat soort termen heeft gegooid. Dan gewoon van, dit is kicken. Ik zet het in het nieuws. Dat schetst onze verbazing, Henk Krol wordt opgepakt. En ik weet niet hoe ver het nu loopt, hè. Het kwam vandaag pas in het nieuws. Misschien zit hij in de bank, misschien zit hij alweer thuis en dan zit hij gewoon hard te lachen hierom. Maar dan denk ik van, dat gaat me toch wel ver. Nou ja, nogmaals, ik ken die zaak niet. Ik weet niet wat er. Hè, ik hoor het van jou, ik lees het in de krant. Nogmaals herhalen wat ik net zei. De wet maakt verder geen onderscheid met wat voor motief je binnendringt in zo'n computer. Dat die computervredebreuk pleegt. Wel staat er in de wet dat er in ieder geval een aantal situaties zijn waarin er sowieso sprake is van computervredebreuk. Als je een beveiliging doorbreekt. Maar ook bijvoorbeeld als je gebruik maakt van wat dan in juridische term heet een valse sleutel. Ja. En dat dus een wachtwoord of een pincode die niet van jou is. En die je dus ook niet mag gebruiken. Ja. Of dat je je voordoet als rechtmatige gebruiker van een systeem. Ja. Dat zijn situaties, heeft de wetgever heel lang geleden al over nagedacht. Zegt van, nou, dat vind ik in ieder geval computervredebreuk. Ja. Laten we het even omkeren voor de discussie. Kijk, soms moeten jullie natuurlijk in iemand anders zijn computer. Hè? Toen met Bredo Lab was hartstikke mooi. Dat bleken dus heel veel mensen onderdeel te zijn van een botnet. En ja, wat moet je dan doen? Moet je ze opbellen of zoiets? Dat hebben jullie toch een stukje software op die computer zelf kunnen zetten, waarmee je dus een pop-up kreeg over iets van 300.000 computers. U bent nu geïnfecteerd, bel de politie. Zo misschien dat toch? Ja, dat is een kleine nuance, maar wel een heel groot verschil. We hebben niks op die computers geïnstalleerd. Wat we hebben gezegd tegen die computers, die melden zich op enig moment bij zo'n centrale server, zo'n command and control server, dat op het moment dat ze vragen wat ze moeten doen, hebben ze een opdrachtje meegegeven om die pagina te tonen. Dus dat is wel echt wat anders dan dat je actief een activiteit uitvoert op zo'n computer. Ah, okay. Daar zijn wij wel heel alert op, omdat we al vinden dat dat redelijk ver gaat. Maar we ook, zeg maar, altijd in een afweging van belangen zitten. Aan de ene kant wil je slachtoffers informeren dat ze slachtoffer zijn, zodat je dat ongedaan kunt maken. Ja. En aan de andere kant is natuurlijk ook het vraagstuk van privacy, wat een continue afweging is. En daar hebben we echt ongelooflijk lang en zorgvuldig en goed over nagedacht. Ja. Ja, want wat nu ook in de Kamer bediscussieerd wordt, is of je policeware kunt installeren. Nou ja, die zaak die loopt nog, dus daar kun je nu eigenlijk ook niks over zeggen. Maar eigenlijk is dat ook, even voor de duidelijkheid, policeware, dat betekent dus dat de politie op computers van verdachten, zal maar zeggen, iets kan installeren, dan wel de boel blokkeren, dan wel de boel echt saboteren, of dat de boel uit de hand loopt, of dan weer andere computers infecteert. Nou, het is heel ingewikkeld allemaal.
Maar er komt dus nu een enorme kamerdiscussie aan van wat wel kan en niet mag. Dus blijkbaar is dat juridisch nog niet geregeld. Wat Pim wel mag en niet. Is dat nog onduidelijk? Nou, ja en nee. Lekkere discussie, hè? Ja, heerlijk, hè? Ja, gaat goed, hè? Nou, niet weer lopende zaak, kan ik geen uitspraken doen. Nee, maar wat je... Nou ja, even hoe het in de praktijk werkt. Dat team van Pim, waar ik heel veel samen mee werk, die doen onderzoek naar de absolute topsport als het gaat om cybercrime. Ja. Dat zijn de criminelen die echt de cutting-edge techniek gebruiken, die helemaal voorop lopen in die ontwikkeling van die criminaliteit. Dus die zijn heel modern. En wij hebben te maken met opsporing waarbij we bevoegdheden hebben. Die zijn ooit bedacht, ooit geschreven in een tijd dat er nog helemaal geen botnets bestonden. Mm. Dat niemand ooit van ransomware had gehoord. Dat phishing helemaal nog geen probleem was. Dus je hebt daar een bepaalde achterstand in. Nou zijn wij ook de beroerdste niet. Wij zijn ook heel creatief. Dat betekent dat wij binnen die wet creatief moeten zijn. Ja. Dat betekent dat wij moeten gaan kijken van nou, waar zit die grens nou? Zou dit redelijkerwijs nog onder die bevoegdheid vallen? Heeft de wetgever dat ooit bedoeld? Gaan we helemaal niet over één nacht ijs. Daar gaan we heel lang over praten, over nadenken. En als het moet gaan we ook naar de wetgever hier. Vragen we, hoe heb je dat nou ooit zo bedoeld? Want wij willen dit doen. En is het ja of is het nee? En als het ja is, dan vinden we dat we een voldoende basis hebben om ook een actie te doen. Ja. Nou, kijk, wat wij wel altijd gezegd hebben, is dat wij behoefte hebben aan meer specifieke wetgeving. Ja. Dus wij kunnen, vinden wij zelf, een aantal dingen uitvoeren, maar het is niet klip en klaar dat dat ook zo is. Hè. Vaak gaat een wet vergezeld van een memorie van toelichting, waarin de wetgever uitlegt wat de bedoeling eigenlijk is van de wet. En waar wij wel behoefte aan hebben, is dat het wat duidelijker wordt. Eigenlijk voor iedereen, voor onszelf, maar ook voor de maatschappij, dat we precies weten in welke situaties mag de politie nou wat exact doen en wat zijn nou de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Ja. En in dat zin juichen we gewoon heel erg toe dat er nu zeg maar over gediscussieerd wordt en dat die bevoegdheden nog expliciet aan de orde komen. Wordt het tenminste duidelijk voor jou? Wordt het duidelijk. Ja. En uiteindelijk is het ook zo, de politie heeft gewoon te volgen dat wat de maatschappij met elkaar besluit. Hè. Dus dat komt dan terug in wetgeving. Ja. En dat gaan we ook gewoon uitvoeren. Ja. Het enige wat wij wel kunnen doen door de zaken die we draaien, is casuïstiek aandragen en laten zien van wat het dilemma is. Hè? Dus waar loop je nou tegenaan? En volgens het TOR-voorbeeld werd aangehaald. Dat vind ik op zich altijd wel een mooi voorbeeld. Je ziet, wij hebben gezien in de zaak van Robert M. dat hij binnentreedt binnen het TOR-netwerk en dat daar de meest afschuwelijke vormen van kinderporno staan. Ja. Die worden daar aangeboden op websites. Je kunt fysiek niet vaststellen waar die websites staan, in welk land die staat. Maar het is eigenlijk ook moreel onacceptabel om er niks tegen te doen en dat voor te laten bestaan. Hè? Stel dat je op straat een boekje vindt waar datzelfde materiaal in staat, dan pak je dat als politie ook altijd op. Ja. Alleen dan weet je waar je fysiek zit. Dus wij schetsen gewoon het dilemma van oké, je komt in zo'n situatie terecht, je voelt eigenlijk dat je wat moet doen. Juridisch gezien is dat iets wat niet heel specifiek is geregeld. Hè? Overigens hebben we hierin wel een machtiging van een rechtercommissaris gekregen, hè? Toch een onafhankelijke toetsing. En je wil daar wel wat aan gaan doen. Nou, en wat we dus kunnen doen is de casuïstiek schetsen waaruit blijkt wat het dilemma is. En dan laten we uiteindelijk een ander maar besluiten wat we daar nou wel of niet in zouden kunnen. Ja. Oké, dus ook weer per geval bekijken. En ja, voor jullie is het natuurlijk extra moeilijk. Je bent niet alleen gebonden aan het Nederlands grondgebied, maar je ligt ook nog eens onder een vergrootglas. Hè. Alles wat jullie doen wordt bekeken. Maar vaak worden er ook gewoon bedrijven ingehuurd die het dan voor jullie kunnen doen. Die hoeven zich niet aan de grenzen te houden. Die moeten zich wel aan de wet houden natuurlijk. Maar die hebben vaak ook weer heel veel expertise, hè, die misschien ook niet bij de overheid ligt. Kunnen bedrijven hè, bij dit soort zware zaken meer dan jullie? Of minder? Of hoe liggen die verhoudingen? Het is een beetje een juridisch vraagstuk. Wat je wel ziet is dat de politie eigenlijk aan meer regels is gebonden dan zeg maar, het individu. Okay. En denk dat het op zich ook goed is. Hè? Dat er zeg maar, gewoon regels aan verbonden zijn. Er is recentelijk ook een studie verschenen waarin iets werd gezegd over in hoeverre mag de politie nou op het internet gewoon surveilleren. En dat blijkt dat je als burger prima met een anoniem account structureel op dat internet wat mensen kunt volgen. Hè? Als wij dat als politie gaan doen, dan is dat een opsporingsactiviteit en hebben wij daar gewoon een juridische grondslag voor nodig. Oh, dus moet je zeggen, hoi, dit is Pim Takkenberg, ja, kijk even mee. Dat is één, hè? Of we doen het wel anoniem en dan is daar weer, dat betekent dat we een onderzoek moeten hebben. En dan krijgen we keurig een bevel van Lodewijk als die vindt dat gerechtvaardigd is en dan kunnen we dat ook doen. Dus er zijn wel mogelijkheden voor, maar daar zie je al dat er een soort eerste toets in zit om te voorkomen dat de politie of de overheid gewoon te ver gaat. Ja. Dus in sommige in ieder geval is het zeker zo dat individuen of bedrijven verder kunnen gaan dan wij kunnen, omdat wij zeg maar strakkere regels hebben waaraan we aan gebonden zijn als politie. En in sommige gevallen zit daar ook gewoon geen verschil in. Ja, maar en in sommige gevallen is het ook andersom.
dan kan de politie verder gaan dan de particuliere bedrijven, ja. Omdat daar specifieke juridische grondslagen zijn. Dat is natuurlijk ook hetgeen wat de politie onderscheidt van de gewone burger. Wij hebben als enige het geweldsmonopolie. Dus wij hebben bijzondere bevoegdheden in de wet die ons de mogelijkheid bieden om verregaande soms inbreuk te maken op privacy van mensen. Ja. Omdat dat geacht wordt of nodig is eigenlijk om uiteindelijk toch ook boeven te vangen, om het een beetje veilig te houden in de maatschappij. Maar nou zeg jij, of dat zou achter je vraag kunnen zitten, waarom huur je dan niet een bedrijf in om de dingen te doen die je zelf niet mag of kan? Dat lijkt me logisch, er zit voor expertise. Dat is misschien wel heel, heel verleidelijk. En we doen ook wel zaken met IT-security bedrijven, maar dan inderdaad vanwege hun expertise. Dus dat is omdat zij, omdat zij bepaalde dingen kunnen op computers, met computers, computers begrijpen op een manier die voor een bijzondere zaak heel specialistisch is, waarvoor het voor de overheid gewoon veel te duur is om die kennis in huis te houden. Maar als we nou zaken doen met zo'n bedrijf, maken we altijd goede afspraken. Hè? Dat zetten we ook allemaal keurig op papier. Zeggen van, joh, één ding, jij mag natuurlijk geen strafbare feiten plegen. Dus je gaat niet hacken, je gaat niet dit doen, je gaat niet dat doen, je gaat niet zus doen, je gaat niet zo doen. Maak een hele duidelijke afspraak over. Alles wat zo'n bedrijf doet, daar zijn wij natuurlijk wel uiteindelijk verantwoordelijk voor. Ja. Okay, dus het valt onder jullie verantwoordelijkheid. Het valt, zo'n bedrijf valt altijd onder onze verantwoordelijkheid. Okay. Goede afspraak, als er iemand van een extern bedrijf komt, hangt er op zijn minst één iemand van Pim's team continu aan vast. Die kijkt mee, van wat doen jullie? Ja, die kijkt mee en die schrijft alles op. Dat moet straks, als we voor de rechter staan, of als we uiteindelijk voor de rechter staan, moeten we wel kunnen uitleggen hoe we aan het bewijs zijn gekomen. Ja, want dat is de andere kant van de zaak. Vergeten mensen wel eens. Die denken van ja, die opsporers die willen gewoon alle wetten gewoon lekker opruimen en dan kunnen ze losgaan. Nee, je moet achteraf wel, en dan kom jij kijken, een zaak hebben die sluitend is. En anders gaan mensen als Robert M. er weer vandoor natuurlijk. Nou, sterker nog, ik zit helemaal niet te wachten op zeg maar massale opsporingsmogelijkheden, zodat ik ongelooflijk veel informatie krijg. Daar ben ik helemaal niet op uit. Het liefste wat ik zou willen is dat de politie zichzelf op enig moment zou kunnen opheffen. En dat ik mijn team zou kunnen opheffen. Omdat het eigenlijk zo veilig is in de maatschappij dat wij niet meer nodig zijn. Nou, dat is denk ik wel een utopie, hè? Dat is niet zo. De veiligheidsmythe. Dus ik denk dat dat ook niet kan. Maar en het is ook echt ook niet meer van deze tijd om te denken dat wij als politie dingen doen die niet volgens het boekje zijn. Hè? Wij doen alles gewoon volgens de wet. We hebben ooit in een wat verder verleden een IRT-affaire gehad. En wellicht de wat oudere mensen onder ons kennen dat nog. Daar hebben wij echt heel veel van geleerd. Ja. Dus dat betekent ook dat het credo ook echt is. Wij doen alleen dingen die gewoon geregeld zijn bij wet. En we doen geen dingen die gewoon niet mogen. Dat is ook echt gewoon niet meer in vragen. Dat doen we gewoon niet. Wat is momenteel, dat stond vandaag ook weer in de krant, op nu.nl. Renjo Zenger van Bits of Freedom, die heeft een soort wet openbaarheid besturen procedure gestart tegen jullie, want wat zou volgens hem het geval zijn? Jullie hebben om botnets op te sporen data laten verzamelen door een bedrijf, Fox IT. Maar die persoonsdata liggen dan dus bij dat bedrijf en hij wil weten hoe dat allemaal in elkaar zit. Is dat ook weer zo'n geval van, ja, lopen het onderzoek, kunnen we er niks over zeggen? Of kun je daar iets over zeggen? Ik kan er wel zeg maar even een paar dingen over zeggen. Je doet even een paar conclusies en aannames die wel heel snel zijn. Ja, dat is wat ik las. Maar ja, precies. Dat snap ik. Dus daar zit maar wel behoorlijk wat nuance in. Dus nu.nl, gaat dan maar even wat. Wat wij sowieso kunnen zeggen, dat is een publiek-private samenwerking geweest met meerdere grote bedrijven, waar het volstrekt niet ging over persoonsgegevens, maar gewoon om in kaart te brengen wat botnetactiviteiten in Nederland was. Hè. Dan wil je gewoon weten welke systemen zijn geïnfecteerd, welke soorten botnet zijn er nou, wat doet het nou precies? Dat is denk ik één. En twee, soms kunnen wij vanuit een onderzoek ook niet alles openbaar maken, omdat het ook een beetje heeft te maken met het geheim van de smid. Dat werd net ook al een beetje verteld hierover. Hè. Soms wil je ook niet dat iedereen nou precies weet hoe het in elkaar zit. En dat geldt in een aantal gevallen ook wel voor ons. Als wij de strijd goed met de criminelen aan willen kunnen gaan, zijn er wel bepaalde delen die we ook voor onszelf houden. Ja. Dat heet dan de opsporingsmethodes. En die schermen we soms ook gewoon heel secuur af. Dus soms zit het ook gewoon daar een beetje in. Goed, tot slot, heren. We hebben het Nationaal Cybersecurity Centrum. We hebben een aantal grote zaken, daar zijn we bij betrokken geweest als Nederland. Maar ja, Nederland is ook maar een klein landje. Cybersecurity is internationaal. Hoe doen we het vergeleken met de rest van de wereld? Kijken ze naar ons of zijn we toch wel een voorbeeld? Nou ja, gewoon mee in het gemiddelde. Ik denk dat als je kijkt naar de capaciteit binnen de opsporing, binnen de politie, dat we echt heel ver vooraan lopen wereldwijd in wat we kunnen, in hoe we naar dingen kijken, in ook de juridische mogelijkheden die we hebben. Dus ik denk dat we het wat dat betreft inderdaad heel goed doen. Ja.
Ja, nou, volgens mij, ik zeg altijd, heeft een beetje te maken met het feit van wat voor soort mensen wij zijn. Hè. Nederland is al jarenlang staan we bekend om het feit om ons ondernemerschap, hè, innovativiteit en ook een grote marktplaats eigenlijk ook. Hè. Schiphol, de haven, de Amsterdam Internet Exchange. Dat brengt ook met zich mee dat wij heel veel capabele mensen in ons land hebben. En dat betekent ook dat zeg maar, bij mijn team veel capabele mensen werken. Hè. Gelukkig ook in de hele sector. Hè. Dus nou, dank jullie wel, dat scheelt al een hoop. Ja. Want het is een probleem, en dat wil ik ook nog eventjes aanhalen. Wij lossen dit niet zelf op. Wij hebben echt niet de illusie dat wij als politie of als landelijk pakket dit samen zeg maar, oplossen. We hebben gewoon de hulp van alle publieke en private partijen gewoon nodig. Okay. En ik denk als je het in dat geheel gewoon ziet, dat we het in de wereld gewoon best wel heel knap doen. En dat we daar ook weer trots op mogen zijn. Nou, dan ben ik weer helemaal gerustgesteld, heren. Ja, hartelijk dank. Pim Takkenberg en Lodewijk van Zwieten. All right. Vind ik het ook zo leuk dat hij dan gewoon in zijn uniform komt. Hè? Ja, dat heeft dan toch wel wat. Het wel wat beter is dan dat flower security shirt wat ik net aan had. Maar goed. Ja, het wordt zo gevallen. Politie, hoe doen ze het? Want ja, we hebben die jongens natuurlijk wel nodig. Niet alleen op internet, maar ook op straat. En hoe doet de politie dat zelf nou? Nou, je zou verwachten dat de Nederlandse dienders, dat daar de IT goed op orde is. Nou, dat valt dus bar slecht tegen, want ik heb deze twee boeken gelezen en ik vond het ontluisterend. En die zijn geschreven door een journalist en daar gaan we nu over praten. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Bart de Koning. Goed, Bart, nou welkom. De veiligheidsmythe is laatst uitgekomen. Ik kan het u aanraden. Het is eigenlijk niet de veiligheidsmythe, maar mythum. Er worden de 11 flink ontkracht. Dingen als mensen bestraffen voor drugsgebruik. Dat werkt allemaal niet. Serotonin werkt ook niet. Meer blauw op straat werkt ook niet. Wat wel werkt is meer rechercheurs erbij. Want daar hebben er heel weinig van. Nou, als je Pim zo ziet, dan denk ik van nou, daar hebben we inderdaad wel wat meer van nodig. Maar ik wil je vooral even spreken over Operatie Blauw. Het is een dun, zeer leesbaar boekje, maar het is ontluisterend. Want wat blijkt nou bij de Nederlandse politie? Er draaien ze iets van 850 verschillende applicaties die niet met elkaar spreken. En iedere keer als wat nieuws komt, zegt de korpschef, hey, het is toch niks, doe maar niet. Nou, en dan gaan die verschillende regio's ook niet met elkaar samenwerken. Ondertussen liggen er iets van 700.000 zaken, waarvan maar slechts de helft opgelost wordt. Heeft u marktplaatsfraude? Nou, daar word je al helemaal niet meer teruggebeld. Desalniettemin zijn we nummer 1 in tappen. Nou, dit boek is 2 jaar oud. Hoe is het in de tussentijd vergaan? Is het inmiddels een beetje opgelost bij de politie nu het 1 regio wordt? Of is de IT nog steeds een ramp? Het was echt een totale ramp. Met ieder korps zijn eigen systemen die nauwelijks met elkaar konden communiceren. Dat is op een gegeven moment in 2009 ook helemaal plat gegaan in Noordoost-Nederland. Omdat ze zo slecht op elkaar afgestemd waren dat het hele systeem er gewoon mee ophield. Er waren ook te weinig servers. Dat is inmiddels wel opgelost. Ze kunnen inmiddels met elkaar communiceren via een systeem dat BVH heet. Ook wel bekend bij de politie als bijzonder veel handelingen. Want het is niet heel gebruiksvriendelijk. Wat is het officieel? De basisvoorziening handhaving. Zit er een agent in de zaal trouwens? Ah, een agent. Gebruikt hij ook de basis? Oh ja, nee, dat is Pim. Die heeft waarschijnlijk veel, veel mooier spullen dan dat is het interne systeem. Dat is dus niet het hacken van andere computers. Maar dat is redelijk rampzalig. En dat komt ook voor een deel omdat die korpsen natuurlijk kleine koninkrijkjes waren die allemaal hun eigen afdeling IT hadden. En die gingen lekker hun eigen dingen doen. En er kwam er steeds een blik consultants aan en werden het allemaal nog ingewikkelder. Verschrikkelijk. Maar nu het dus 1 nationale politie wordt. Wordt het beter? De bedoeling is dat het dan beter gaat worden. Maar dat is nu behoorlijk onduidelijk van hoe dat hangt een beetje. Van hoe gaan we het doen? Kijk, de baas van de Nederlandse politie, dat is Gerrit van der Kamp, die ligt op dit moment dwars. En dan heb je een groot probleem als minister. Want als de bonden zeggen van volgens ons wordt het niks, we gaan dwars liggen. Ik vind het een beetje onduidelijk. Ik geloof wel dat 1 nationaal korps beter werkt. Want dan heb je in ieder geval al die IT bij elkaar gevoegd en die inkoop. Want ze kochten ook allemaal hun eigen auto's in hun eigen papier, noem het op. Maar je weet ook uit ervaring dat reorganisaties bij de politie duren 3-4 jaar voordat dat allemaal weer draait. Dat is sowieso met grote fusies vaak. Voordat je de verbetering ziet, moet je eerst nog door een dal heen. Dus ik geloof wel dat het beter wordt, maar er gaan binnenkort heel veel bijzondere projecten bij de politie komen. Want al die commissarissen die straks overbodig worden, die moeten ook wat. Dus dat is een. Oh ja, natuurlijk. Want omdat als ze samengevoegd worden, een enorme stoelendans gaan. Ieder koninkje van elk koninkrijk, oké. Desalniettemin.
hebben ze een enorme informatiehonger, lees ik hier. Ja. Zijn we nog steeds nummer 1 in het aftappen? Als je dat, dan roepen ze nog wel eens, ja nee, in Italië is het erger. En dan zeggen ze, ja, en je houdt geen rekening met de NSA, dus de National Security Agency. Oh, ja, in Amerika. Die luistert natuurlijk het meeste af. Alles. Die weten echt alles. Maar uit een recent onderzoek van het WODC, van het ministerie, blijkt dus dat we inderdaad echt best veel tappen. Ja, maar waarom? Het is historisch zo gegroeid. We hebben heel weinig recherche in Nederland. Er is net een heel mooi onderzoek gedaan. We hebben dus 5 landen vergeleken. Engeland, Duitsland, België en Denemarken. En dan blijkt dus dat Nederland verreweg de minste rechercheurs heeft van heel Europa. We zitten op 12,9% van alle mensen bij de politie zit bij de recherche. Tegen 30% overhead en management, om even de verhoudingen weer te geven. Oh, okay. En in Europa is het al vrij snel 17, 18, 19% recherche. Dus wij hikken altijd aan tegen een enorme gewoon een tekort. En daarom blijven al die zaken ook liggen? Daarom blijven er heel veel zaken liggen, ja. Dat is... je hebt een paar plaatjes meegenomen. Nu wil ik even laten zien. Even kijken hoor. Ja, ik vind dit is... Ja. Donner, onraad, internet. Dit was na die DigiNotar-affaire. Dit is mijn favoriete plaatje wat ik altijd laat zien. Toen ging Donner op zaterdagavond een soort paniekpersconferentie geven van DigiNotar is niet meer veilig. En toen zei hij van, werk niet meer met internet, werk net als ik met brieven en overschrijvingsbiljetten. En toen heb ik echt met mijn hoofd op de grond zitten bonken. Want ik ben ondernemer, ik moet via DigiD. Het kan helemaal niet anders. Het geeft mij geen veilig gevoel dat deze man verantwoordelijk is voor onze cybersecurity. Als je denkt dat je het met een brief kan oplossen. Hij was een keertje in Nieuwsport, misschien ook wel leuk om te vertellen. Toen zei hij van, ik heb nu voor het eerst een computerapplicatie waar ik wat aan heb. Een iPad, precies juist de formaat om mijn A4'tjes op te leggen en te schrijven. Deze man is verantwoordelijk. Ja. Nou ja, goed. Dat is toch net als Hirsch Berlin, toen zijn bonnetjes bekend werden, bleek hij ook zelf met zijn eigen creditcard zijn beveiligingssoftware te kopen. Toen hij dan minister van Justitie was, zit hij thuis met zijn eigen creditcard. Nou, dan springen toch ook de tranen in je oog. Nou, opstelt is dan toch een hele verademing. Wat hebben we hier? US outgunned in hacker war. Nou ja, omdat dat dus de belangrijke mensen bij de FBI ook gewoon hardop zeggen van we redden het niet, we hebben te weinig mensen. En om al die cybercrime zaken. Om dat allemaal bij te houden en wat er allemaal op je afkomt. En dan denk ik, ja, wij hebben 60 goede mensen in Nederland zitten, maar ik weet niet of het genoeg is. Ja, in verhouding tot de US? In verhouding tot, ja, ik weet niet hoeveel zij er hebben zitten, maar het is zwaar. Okay. Nog een leuk plaatje. Heb ik heel bewust onleesbaar gemaakt, omdat dat heeft iets met privacy te maken. Dit is de club van gepensioneerde KLPD-medewerkers, van wie de site gehackt is. Dit zijn alle privégegevens, dus adres, bankrekening. Ik hoop dat het niet kan lezen. Klik hem gauw verder. Gepensioneerde politiemensen. Dit is een gelekte boek. Er was dus een document. Ja, ik heb hem even weggeklikt, want straks kan toch iemand het even opschrijven. Dat is door een jochie van 17 gehackt en op internet gezet. En dat zijn dus oud-collega's van Pim. En die staan dus gewoon op internet met al hun persoonsgegevens. Wist je dat? Dat zal er inmiddels afgehaald zijn. Ja, dat wist je. Oké. Ja, ze zijn met pensioen. Dit is een draaiboek van de politie voor een grote alcoholcontrole, die dus ook in verkeerde handen terecht is gekomen, waarna ze dus die hele controle af hebben moeten blazen. Maar dat was fascinerend, het hele zootje was gewoon te lezen. Dan denk ik, ja, dat is dus een aankondiging van een actie waar honderden mensen aan meewerken. Maar hartstikke handig. Hartstikke handig. Even weten. Ja. Nou, tot slot nog eentje, telefoon oproepen. Dit vind ik een hele leuke. Op een gegeven moment was dit de meest gedownloade app van Nederland. De politie zoekt. Hè. Er is een boef ontsnapt en zijn tronie verschijnt op je iPhone. Maar als je dan dus, dan moet je al die onzin wegklikken van ja, ik ga akkoord met alle privacyvoorwaarden. En er staat dus bij dat deze applicatie de telefoonfunctie van het apparaat mag openen. Telefoonnummer, het serienummer bepalen of een oproep actief is. Het nummer waarmee de oproep is. Met andere woorden, de politie krijgt gewoon toegang in feite tot je telefoon. En het grappige is, wat ik echt fascinerend vind, is dat de PVV hier nota bene kamervragen over heeft gesteld. Ja. Die maken zich zorgen over waarop Teven opstelt een beetje vaag antwoord teruggegeven hebben van ja, dat is niet de bedoeling, dat gaan we niet doen, maakt zich nou maar geen zorgen. Maar ja, dan vraag je wel, waarom zit het erin? En wat ik begrepen heb, is dat ze dit willen gebruiken omdat men ervan uitgaat dat de boeven zelf die app ook downloaden. Want dan kun je meteen zien van, hé, ze zoeken me. Ja. De gedachte is dan van dat je dan kan kijken van wie heeft er allemaal geklikt op dit plaatje. Okay, ja, dus maar ik vind dit heel ver gaan, omdat hier, dit zijn dus brave burgers die meewerken. En dat werd ook net aangegeven, we moeten het ook samen doen met de politie. Dan werk je mee, je downloadt zo'n app. En als beloning zet je je hele telefoon open voor de politie. Ja, jongen. Ja, daar word je wel een beetje cynisch van. Maar ik vond het eigenlijk wel
heel verhelderend dat in je boek beschrijf je op een gegeven moment een moment bij jou in Amsterdam. Gaat een fabriek gaat in de fik en binnen een kwartier staan alle diensten staan daar klaar met brandweer, groot materieel uitgerukt en het werd meteen gecontroleerd. Communicatiepersoneel ervoor. Ja. Het werd gewoon echt heel goed opgelost. Om dat te doen, moeten die mensen continu klaarstaan. Ja. En als het goed is, doen ze 99% van de tijd niks. Ja. Dus iedere keer als er dan weer geroepen wordt van, hey, moet je blauw op straat, moet je boeven vangen. Nee, een groot deel van de tijd staan ze zich voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. Ja, dat is de ingebouwde redundancy, noemen ze dat. Hè? Ja. Gisteravond nog bij mij voor de deur, uitslaande brand bij de overburen. Dan staat er net binnen 2 minuten 4 politieauto's, 3 brandweerwagens en 2 ambulances. Dus dat is heel indrukwekkend. Ja, en dat C2000 ligt natuurlijk weer plat. Maar het probleem is wel met al dat blauw op straat dat ze natuurlijk niet heel erg productief zijn in de zin van boeven vangen. En dat is natuurlijk het grote probleem dat in Nederland de opheldingspercentages alweer dalende zijn. Oh, die zijn al laag internationaal en dalen ook. Er zijn weer een paar procent afgegaan de afgelopen jaren. Het gekke is dat niemand het daarover heeft. Ik bedoel, er is heel veel geld extra naar de politie gegaan. Veiligheid heeft heel erg hoog in het vaandel gestaan. De VVD is al een paar jaar aan de macht daar. Je zou verwachten, als er dan minder boeven gevangen worden, dan breekt de hel los. Maar ja. Iedereen vindt dit kennelijk prima. Ja. Nou ja, en laten we eerlijk zijn. We leven toch ook wel in een land wat eigenlijk wel goed op orde is. Het is veilig en ja, maar als het misgaat, als dat zijn zo dan is, vraag ik me af waarom er iedere week een nieuw persbericht uit het ministerie van Veiligheid en Justitie komt dat er nieuwe bevoegdheden nodig zijn. Bedoel, ja. Of je bent veilig of je bent niet veilig. Maar we hebben te veel de nadruk, vind ik, in Nederland op nieuwe bevoegdheden. Ja. Terwijl we te weinig kijken naar wat we al hebben, wat we al hebben en hoe slecht daar gebruik van wordt gemaakt. En dat is ook wat Pim net zei. Goed, ik zou zeggen, lees hem, De Veiligheidsmythe. Zeer ontnuchterend, leerzaam. Maar ik werd er eigenlijk ook weer een beetje vrolijk van. Hartelijk dank, Bart de Koning. Ja. Hoe staat het inmiddels met de laptop? Waar is die? Ja, Michiel, je hebt hem alweer terug. Oh, kijk eens, daar komt hij. Nou, nog één keer een applaus voor Michiel van der Vaart. Ik ben natuurlijk wel super benieuwd wat we gevangen hebben. We hebben letterlijk wat gevangen, inderdaad. Ah, kijk eens aan. Ja. Applausje voor jezelf. Ja, je was lekker onveilig gesurfd. Fantastisch. Een aantal fanatieke mensen in ieder geval bij. We hebben in totaal een 22-tal infecties. 22 infecties, nou. Hij is, denk ik, pak een beet 40 minuutjes door de zaal heen gegaan. Ja, en hopelijk hebben mensen ook nog even zitten opletten af en ja, toe. Ja, precies. Maar daar achterin zag ik wat lachende gezichten. Wat ik wel grappig vond, is dat er toch wel wat porno werd gesurfd. Met het idee van, jongens, ja, nou, daar komen de infecties gegarandeerd vandaan. Nou, kan het. Er zijn 3-tal toolbars geïnstalleerd. Een Babylon toolbar, een Incredimail toolbar. En uiteindelijk vind ik hier een CIREF-F. Een wat? CIREF-F. 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 Een bekende Trojan. Het paard van Troje. Juist, paard van Troje, waar we nu zitten. Ik heb hem even bekeken. Het is een bekende virus wat geïnstalleerd is op de computer. Er zijn ook een aantal virussen gewoon geïnstalleerd op het geheugen. En die gaat uiteindelijk je zoekresultaten beïnvloeden. Zodat je dus eigenlijk op Google gaat zoeken naar dingen waarvan je dacht dat het de Google-resultaten zijn. Maar dan krijg je gewoon gesponsorde links vanuit de software die deze avond geïnstalleerd was. Dus dat gaat je gegarandeerd uiteindelijk wel een keer geld kosten waarschijnlijk. Dit soort infecties. Nou, belangrijker is uiteindelijk, nogmaals, knap dat jullie het voor elkaar hebben, dat is één. Maar dat komt ook door een hoop geïnstalleer van flash plugins. En ik zie een of andere update software hier staan wat er niet hoort. Dus dat is goed gedaan. Wat is er fout gegaan? Uiteindelijk stond hier dus geen antivirus op. Dat is aan het begin ook gezegd. Ja. Het was net in beeld waarschijnlijk. De automatische updates van Microsoft staan gewoon uit. Dus wat gaat je meteen mopperen ook inderdaad. Ja, wat Microsoft aan zichzelf kan doen, dat hebben we uitgeschakeld. En daar zijn de beveiligingsupdates echt wel een essentieel onderdeel van. Dus dat zijn de fundamentele problemen met deze installatie. We hebben onze online scanner eroverheen laten gaan. En 22 infecties, dus zo. Ik weet niet, is dan het onderzoekje geslaagd, Chris? Nou, ik vind van wel, ja. Want ik dacht van, nou ja, als je normaal zo'n ding neerzet, zo'n honeypot, en je moet echt maandenlang zitten doen voordat je wat vangt. Wat ik inderdaad eigenlijk de tendens van de avond wel vind, is dat er aan is gestipt dat er heel veel gevaren zijn. En dat er vanuit Spicy Lemon, dan even vanuit onszelf, dat wij ook heel veel doen aan het tegengaan van die gevaren. Door middel van de tools die wij leveren. Voor de mensen die dus inderdaad van gratis houden, aan het einde van de avond, kom even langs, dan krijg je van ons ook 3 maanden gratis. En uiteindelijk geven wij dus de gastlessen en zo. Dus misschien wat mensen die hier met de oren waren aan het klapperen waren. Oh, die komen ook langs? Dat je dan van wij kunnen inderdaad gastlessen. En de leukste gastlessen die ik vind dat we doen, die doe ik ook persoonlijk, zijn bij basisscholen.
Oh, kijk eens aan met kids. Ja, groep 7 en 8 geven we de kids eigenlijk al training over wat phishing is, wat spam is en dat soort zaken. Nou, en jullie hebben gratis wat lesmateriaal gekregen deze keer. Dus hartelijk dank voor jullie bijdrage en een applaus voor Michiel van der Vaart. Dankjewel. Goed. Eens even kijken. Ik wil natuurlijk ondertussen nog even thuis checken. De boel niet... Nee, het is nog steeds rustig thuis. Mooi. Dat is altijd weer fijn gevoel natuurlijk. Ik sta hier wel te kletsen natuurlijk. Maar ja, is wat gebeurt. Tech Talk Late Night wordt altijd gesponsord door een partner. Hè? Dus de eerste aflevering was ECP. De tweede partner was SIDN. En nu is het HCC. Dus mag ik daarom tot slot nog even een daverend applaus voor Arda Gerkens. Arda, super bedankt dat je mee wilde doen. En er zijn ook een aantal HCC'ers meegekomen. Wat voor je ervan? Ik vond het een ontzettend gezellige avond. Ik vind jou ook heel grappig. Het was heel humoristisch. Heel serieus hoor. Nee, het is ook een serieus onderwerp. Het is absoluut waar. Maar wat ik merk is dat mensen gewoon eigenlijk zoiets hebben van... Jeetje, moet ik nou weer denken om die veiligheid van de computer? Ik hoor ook heel vaak mensen van zeggen van... Ik word bang gemaakt de hele tijd. En dat maakt dat ze er geen zin meer in hebben. En juist de manier waarop we het hier brengen bij Tech Talk... is dat we ook laten zien van het is helemaal niet zwaar. Het is helemaal niet moeilijk. We kunnen het ook grappig brengen. Maar als de boodschap maar overkomt, maak uw computer veilig. Ja, nou ja, kijk, als je er zelf in zit... is het eigenlijk ook best wel een heel sexy onderwerp. Hoor. Als je echt die grote hack ziet... bijvoorbeeld zo'n Black Tulip van Fox IT, dat leest gewoon als een jongensboek. Als je dan kijkt wat er allemaal gebeurt en wie wat doet en dan toch weer ergens in komt en dingen gejat worden, nou, dat is fantastisch. Klopt. En dat dus misschien moeten meer van dat soort zaken hebben om het op de agenda te zetten. Nou ja, je ziet het natuurlijk al in de televisieprogramma's, de krimis terugkomen, hè, dat het ook steeds meer daar een onderwerp wordt. Weg dus met baantje, hier is Pim. Ja, precies. Zoiets. Ja. Dus het is ook wel een beetje sexy, maar toch denken mensen nog altijd van het overkomt mij niet, het is niet mijn probleem. En eerlijk gezegd... zelfs ik ben er nog onlangs ingetrapt toen mijn zoontje mij een tweet stuurde. Die kreeg ik gewoon binnen, Twitter feed, via een mail. En ik zat in het buitenland. Ik denk, hij heeft een berichtje voor mij. Zonder verder na te denken, klik ik op de iPad, moet mijn inlog invoeren. En voor ik het wist, een uur later was ik aan het spammen. Want hij was dus gehackt en et cetera, et cetera. Dus zelfs ik trap daarin. Dus dat wil nog zeggen dat ik denk dat heel veel mensen ook nog echt wel kunnen leren. Nou, ik vind het wel sympathiek dat je er open over bent. Want ja, ik denk dat heel veel mensen op belangrijke posities maar wegmoffelen. Terwijl als die nou eens wat opener zouden zijn. Hè, de minister Donner of Opstelten, die wil ook wel vaak gehackt zijn. Ja, zeker. Tenminste, maar goed, het komt van iemand die je vertrouwt. Het komt van je kind. Dus dat is het laatste van je verwacht. Ja. Maar dan nog moet je goed opletten. Als ik het bericht had gelezen, had ik het geweten. Ja. Hey, HCC, 85.000 leden. Dat is nog steeds indrukwekkend. Wat doen jullie voor jullie leden, voor digitale veiligheid? We doen heel veel voor onze leden. Maar voornamelijk is het een organisatie. Er zijn mensen die boordevol kennis zitten op het hele gebied van de digitale wereld. En wij willen die kennis graag met mensen delen. Gewoon alleen al om het leven simpeler en eenvoudig te maken. De digitale leven is een ontzettend leuke wereld. Maar er zitten wel een aantal kanttekeningen aan. We willen mensen er niet bang voor maken, maar wel helpen. Hoe kun je nou op een veilige manier de digitale wereld beleven? Ja. Dat doen we door middel van geven voor cursussen, workshops, ondersteuning, hulp en informatie via onze website. Ja. En deze avond natuurlijk. En deze avond, ja. Dus ik hoop dat het waard was. Nou, het was het zeker waard. We hebben een ontzettend leuke avond gehad. Nou, nog even hartelijk applaus. Arda Gerkens, dankjewel. Nou, we zijn dus nu aan het einde van deze derde Tech Talk. We zullen ons best doen om in het voorjaar er weer te zijn. Maar hier aan het einde wil ik toch ook een aantal mensen nog even hartelijk bedanken. Want een jaar geleden begon ik met een idee. Wat lijkt me nou het leukste om te doen? Een eigen praatprogramma over informatietechnologie. Met dezelfde ploeg van Spinoza te Paard. Die dan de dingen opneemt, online zet. Maar ja, midden in crisistijd een programma gaan opzetten... Hoe doe je dat? Want ja, er is helemaal geen geld. Dus toen kwam ik bij ECP, Arie van Bellen, die zei nou, tof, doen we. Ik kwam bij SIDN, die zeiden ook van, nou ja, wij vinden internetvrijheid vinden wij heel belangrijk. Dus dat gaan we ook op de kaart zetten. Ja, wat me ook wel heel erg verraste was hoe de mensen hier mee gingen doen. Dus in het begin toch een beetje van, nou leuk, er zijn mensen, er wordt gedronken, er wordt gekletst.
Maar gaandeweg werd het steeds meer een soort gemeenschap. Hè? We kregen heel veel mailtjes van mensen die zeiden van... Goh, Ja, ik kom zo bij u. Mailtjes over de website, kun je dat of dat doen? Bijvoorbeeld Conrad, die had heel veel interessante mailtjes. Hij zei ook van, ja, je moet in het begin moet je dan iets laten zien... waar je dan later weer op terugkomt. Dat is spannend, weet je? Dat is wel leuk, dat is zoiets. Margriet Sopers, ben je er ook weer vandaag? Of is ze inmiddels alweer weg? Nou, die heeft zelfs aangeboden... Oh ja, dat zit je, ja. Te helpen met fondsenwerving. Ja, dat is fantastisch. Hè? Dus dat we dan fondsen hebben die ons kunnen helpen. Dick Albers, die kent u misschien nog wel van aflevering nummer 1. Die had dus het slechtst afgeschermde privacyprofiel. Die kreeg er een boek voor. Maar wat deed hij nou ook? Hij stond prachtige foto's te maken hier. En die hebben we dus toegezonden gekregen. Die hebben we ook op Facebook kunnen zetten. Zag er allemaal prachtig uit. Doet hij allemaal voor niks. En zo ontstaat er dus een soort gemeenschap van mensen die allemaal iets rondom TikTok doen. Nou, dat hopen we ook vol te houden in de toekomst. Blijf ons vooral ook helpen. Nou ja, Nancy die heeft de hele sociale media geanalyseerd. Die gaat er ook een stukje over schrijven over vanavond. Hopelijk ook weer met de foto's van Dick Albers daarbij. De foto's en de video's komen binnen 2 weken online. YouTube. Dus ik zou zeggen, ga kijken, like ons. Stuur vooral via dinsdag@techtalk.nl al uw adviezen voor het komende jaar. Nou, wat we willen gaan doen is dingen met slimme energie. Smart IT, dat soort dingen. Green IT, iets met e-health, iets met kinderen op internet. Shit. Nou ja, tot slot. Nog 1 keer monoloog. Monoloog, take it away. Ik moet naar huis, man. Dankjewel. Nou, laat het beginnen met een vinger. Wees een wijzer man en laat het op een ander aspect richten. Op mijn smartphone is het spam dat mijn tweets belemmert. Damn, ik moet naar de virusscanner. Maar dat is geen partij voor een soort van virusscanner. Wat ik eigenlijk nodig heb is een virustemmer. Met het grootste gemak frauderen mijn idee. Men zoekt meer weten over mijn patiëntendossier. Dat zijn de zinnen die gewoon niet eruit komen als je het nog nooit gezien hebt. Dat is zo vers, daar gaan we niet aan beginnen. Daar gaan we niet aan beginnen, dat wordt gewoon te vers. Ik denk dat we gewoon lekker energie moeten geven, ja? Lekker eruit gaan. 1, 2, 3.